Bij een goede ploeg in Nationale hoort ook een uitstekende jeugdwerking. En ja, ik heb Dirk Verstraeten van Tempo Overijse bij mij. Dirk, hoe is het gesteld met die jeugd in Overijse? Goed, zoals ik zeg? Opperbest, hè. Momenteel draaien wij volle toeren. We hebben enerzijds een enorme doorstroming, goede doorstroming naar de eerste ploeg, maar anderzijds een enorme instroom vanuit vele delen van het land, zowel uit Wallonië als Brussel als uit Vlaams-Brabant. Wij zijn ook een van de snelst en nog steeds snelst groeiende clubs in de regio. En Voetbal Vlaanderen had ons vorig jaar geïnformeerd dat wij de tweede club waren die waar het meeste nieuwe spelers werden ingeschreven. Maar dit heeft ook deels te wijten of te danken aan onze samenwerking met de British School. Dus die hebben zich bij ons geïntegreerd, waardoor dat we in de eerste fase 3 ploegen en nu aan 6 ploegen extra bij Tempo hebben, want die spelen op de British School. Maar onder ons embleem en in onze werking. Dus dat maakt dat we eigenlijk vrij goed bezig zijn. Hè. Over hoeveel jeugdspelers spreken we dan? 450. Dat is inderdaad. 500, ja. En trainen die allemaal hier op de site in Overijse? Buiten die ja, dan aan... Onze jeugdwerking is op de Haggaard, dus waar we 3 velden hebben. En dan hebben we natuurlijk onze mensen van de British School, die hebben 2 velden op de British School in Tervuren. En voorts, af en toe maken wij ook gebruik van de infrastructuur hier en van het atletiekpark. Ja, je spreekt over een goede doorstroming naar het eerste elftal. Over welk percentage kunnen we dan spreken? Meer dan 50%. Dus waar we heel trots op zijn is vorig jaar in derde amateur spelen we kampioen, los kampioen. Met eigenlijk bijna op elk moment 3 jeugdspelers in de basiself die bij ons dus opgeleid werden, maar ook op de bank jeugdspelers. Dus vandaag, u ziet hier rond u een heel veel jeugdspelers. We zitten nu momenteel met 16 op 26 jongens die hier opgeleid zijn of hier een deel van hun opleiding hebben gehad. En waar ik ook enorm trots op ben, is dat de tweede en derde keeper van deze ploeg ook eigen jeugdproducten zijn. Waarvan de K2, dus de tweede keeper, 16 jaar is, nu 17 geworden is. Ja, hoe zorgen jullie er dan voor om die doorstroming zo vlot te laten verlopen? Want een ploeg in Nationale, die aansluiting lijkt me niet zo simpel. Die test gaan we dit jaar zien, want nu gaan we naar tweede amateur. Maar in derde amateur was dit absoluut doenbaar. En zoals ik u zei, we hebben eigenlijk los kampioen gespeeld met eigenlijk op het blad altijd 5 of 6 jeugdspelers. Dit jaar zal het een test worden, maar er is een goede werking. Er is heel veel kwaliteitsvolle jeugdspelers. Wij hebben ook heel veel jongens die naar elite gaan. Dus wij hebben elk jaar tussen 10 à 15 jongens die naar elite gaan, die daar hun opleiding en op een bepaald moment komen die terug. Dus wij juichen dat toe, wij verbranden absoluut geen bruggen. Die jongens komen dan terug, die komen terug op U17, op U19 belofte. En dat zijn eigenlijk ook een stukje jeugdproducten die terugkomen, die terugvloeien, maar natuurlijk met een hogere, betere opleiding. Maar wij zelf, wij zitten IP niveau 3, het hoogst mogelijke. En daar presteren wij keigoed. Dus bijvoorbeeld, dit weekend hebben we een voorbereidingstoernooi met verschillende ploegen uit Brabant. Al onze ploegen zijn 1, 2 of 3. Dus vorig jaar was het hetzelfde verhaal. Spelen wij nationale toernooi met onze jeugd, dan eindigen wij altijd heel hoog. Dus ja, de werking staat er. We hebben goede trainers, we hebben goede infrastructuur, we hebben goede steun vanuit de gemeente. En de wisselwerking tussen jeugd en het A-elftal, met name dankzij of door de T2 Dimitri, maakt dat hij ook een oog heeft op onze U17-19 belofte, dat hij dat opvolgt, waardoor die doorstroming ook nog iets makkelijker en vlotter verloopt. Ja, ik hoor u spreken van goede jeugdtrainers. Ik merk in provinciale voetbal dat trainers vinden een groot probleem is. Is dat hier in nationale reeksen hetzelfde of valt dat beter mee? Dus wij zijn geen nationale reeks, we zijn interprovinciaal. Hè, dus, maar ja, wij hebben ook moeite om trainers te vinden. Maar gelukkig, omdat trainers toch weten dat er bij ons een goede omkadering is, het niveau hoog is, trekken wij wel de nodige juiste trainers aan met de juiste diploma's. En dit maakt dat wij momenteel op jeugd voor elke categorie, misschien met een regionaal team buiten beschouwing, voor overal de juiste gepaste trainer hebben. Maar ook specialisatietrainer, revalidatietrainer, keepertrainers, physical trainer, techniektrainers. Dus niet alleen per ploeg, maar ook in een omkadering hebben we ook nog specialisatietrainers die ook werken. En dit maakt ook dat wij een goede werking hebben. Hè. Ja, Dirk, we hebben hier even beschutting moeten zoeken voor het hevige regenweer. Ik wou u nog een aantal vraagjes stellen. Ik veronderstel,
zo'n uitstekende jeugd, dat dat de aandacht trekt van ploegen van hogerop. Hebben jullie samenwerkingsverbanden met profclubs? Jawel. Dus enerzijds hebben we heel veel scouts die rond onze velden staan. Zoals ik al zei, elk jaar 10 à 15 jeugdspelers die naar de KV Mechelen, Charleroi enzovoort gaan. Maar we hebben ook een hele goede samenwerking met Anderlecht. Dus wij, een paar jaar geleden, zijn we in contact gekomen. Hebben wij ons plan uitgelegd, hebben zij een plan uitgelegd en zijn wij bij de eerste 6 ploegen waarmee Anderlecht dus een samenwerkingsverband heeft afgekondigd, zijn we daarbij getreden. En dat heeft als voordeel dat wij bijvoorbeeld onze trainers daar clinics krijgen, dat onze trainers daar mogen op stage gaan, dat onze spelers soms in de tenue en in naam van Anderlecht wedstrijden spelen. Als zij bijvoorbeeld hun jeugd naar internationale toernooien is, dan zeggen ze iets, ja, oké, tempo, kom jij spelen tegen, zeg maar iets, Zulte Waregem of zo, met jullie U10 of jullie U9. Dus die wisselwerking is echt wel heel efficiënt. En als tegenprestatie, ja, scouten wij ook een beetje voor hen. En geven wij hen, als wij hele goede spelers hebben, first choice, first pick. Maar dat werkt naar behoren. We zijn heel trots dat we eigenlijk met de beste jeugdopleiding van België een samenwerking hebben. En zoals ik reeds zei, elk jaar vernieuwen zij dat en zijn ze heel tevreden ook hoe dat onze wisselwerking werkt. Dus, ja. Ja, dat zorgt er dan misschien ook wel voor dat die jeugdwerking van tempo naar een hoger niveau getild wordt? Sowieso, hè. Zoals ik zei, trainers die stages kunnen volgen, trainers die clinics volgen. Omkadering van bijvoorbeeld onze keepers, die daar ook mogen ook les gaan volgen. Bepaalde spelers die bepaalde perioden uit 10 weken naar Anderlecht gaan en dan met een U mee trainen, ja, natuurlijk is dat. Ik zeg het opnieuw, de beste jeugdopleiding van België. Als je daar kan gaan leren of mee voetballen, dat is top, hè? Absoluut top. Ja, dan heb ik nog een laatste vraagje. Ja, jullie zijn uitstekend bezig, dat horen we. Maar zijn er nog bepaalde ambities die jullie met de club hopen te verwezenlijken bij de jeugd? Bij de jeugd kan het altijd beter als in... Misschien zouden wij heel graag dat er een nieuwe league komt die zich ergens tussen elite en IP zich bevindt. Want we zijn met een aantal ploegen over Vlaanderen die zich echt wil beklagen dat het niveau niet altijd je dat is. Hè. Omdat er eigenlijk, wij noemen dat een beetje, sorry, maar het is wel waar, een denivellering naar beneden van het IP-niveau. En dat we ook heel meer zouden kunnen aansluiten bij elite in zaken regels en het samenstellen van ploegen. Dat is echt wel iets waar we met een aantal clubs voor ijveren. Niet makkelijk binnen Voetbal Vlaanderen. Voor de rest, bestendigen wat we hebben. De resultaten kunnen nog altijd beter. En misschien nog een aantal spelers naar de eerste ploeg. Echt basisspelers. Dat is toch wel een ambitie om de volgende jaren, ook in tweede amateur, basisspelers uit eigen opleiding in de eerste ploeg. Als dat kan gerealiseerd worden, dan zijn we op de jeugd heel gelukkig. Okay, dan wens ik u heel erg veel succes komend seizoen al met Tempo Overijssel. Dank u wel.